Zijn de schokkende beelden van doden en verwaarloosde kippen echt gemaakt bij een bedrijf in Tollebeek? Dierenrechtenorganisatie Animal Rights blijft erbij van wel. Campagneleider Erwin Vermeulen zegt tegen Omroep Flevoland dat zijn organisatie op 19 oktober via een niet afgesloten deur in een van de stallen van een pluimveebedrijf aan de Zuidwestenringweg is geweest. De datum zou ook zijn af te leiden uit foto's, maar bij controle door Omroep Flevoland zijn die gegevens niet op te vragen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt woensdag bij een inspectie van de bewuste stallen geen misstanden te hebben aangetroffen. In Provinciale Staten ontstond gisteren een fel debat toen de Partij voor de Dieren de video wilde laten zien uit de stallen. Andere fracties wilden niet dat illegaal verkregen opnames zouden worden vertoond, tot onbegrip van de Partij voor de Dieren. Ja, die heeft de beelden laten zien wat je anders nooit kan zien in Flevoland. Een situatie die achter gesloten deuren blijft. En ik ben juist heel blij dat er moedige mensen zijn die aan ons als volksvertegenwoordigers laten zien wat hier gebeurt in de provincie Flevoland. Ik denk dat alle volksvertegenwoordigers blij zouden moeten zijn met het tonen van misstanden, zodat we in actie kunnen komen. Zij heeft terecht wel aangegeven dat er naar hun ogen een misstand is in een van de pluimveehouderijen in Flevoland. Maar wat ze in het debat zei, dat het eigenlijk normaal is in heel Flevoland. Want dat is absoluut niet waar. En natuurlijk ook de VVD is het helemaal eens. Als er misstanden zijn, moeten de instanties daarop ingrijpen. Maar het is, je mag het niet als standaard zeggen dat de hele sector in Flevoland voor de Partij van de Dieren niet deugt.